voorzitter van het comité Herlevend Rotterdam maak ik gaarne gebruik van de gelegenheid mij geboden om door middel van het filmjournaal iets over dit comité tot u te zeggen. De bedoeling van Herlevend Rotterdam is om het handels- en bedrijfsleven dat door de langdurige crisis in zo grote moeilijkheden is gekomen, weer op gang te helpen. Er zijn gelukkig tekenen die erop schijnen te wijzen dat het laagste punt van de depressie is gepasseerd en dat er weer kans komt op verbetering. Daarvoor is in de eerste plaats nodig moed en vertrouwen. En het is niet voldoende dat wij die zelf hebben. Wij moeten alles doen om ze ook bij anderen op te wekken. De negatieve mentaliteit van moedeloosheid moet plaatsmaken voor een positieve geest van durf en aanpakken. Laat in ieder die het zich enigszins kan veroorloven, nu de werkzaamheden doen verrichten waarmee hij van plan was te wachten tot betere tijden zouden aanbreken. Laat hij die het kan, nu in zijn bedrijf of huis, zonder verder uitstel datgene aanschaffen wat hij nodig heeft. Niemand behoeft te menen dat hetgeen hij persoonlijk vermag van te weinig betekenis is om invloed ten goede uit te oefenen. Niets is in dit geval te klein. Elke hulp heeft zijn waarde. Ik doe daartoe namens Herlevend Rotterdam op u aller medewerking een krachtig beroep.